Goeiedag alle mensen, al goeiedag. Ik hoop dat jullie ook een prachtige dag hebben met zo'n nu en dan zon. Vandaag gaan we weer wat nieuws doen. We gaan de kerstcactus, oftewel de paascactus, gaan we klonen. Ik ga jullie laten zien hoe dat te werk gaat. Nou, wat hebben we nodig om te stekken? 1. We hebben een beker of een glas nodig waar geen gaatjes onderin zit. Dat is 1. We hebben natuurlijk een schoon en steriel mesje nodig. Dit is nummer 2. Dan hebben we nodig een beetje kleine as. We zien hier de as van een sigaret. Dus dat is prima as om als aflossing van stekmateriaal. Dus stekpoeier. Dus as, mensen, is een perfecte stekpoeier. Nou, as hebben we nodig. We hebben universele potgrond nodig. En een raam op het oosten. Oftewel een kas of serre met schaduwdoek of bekalkte ruiten. Dat is toch wel nodig voor deze plant. Deze plant verdraagt namelijk geen volle zon. Doe je dat wel, gaat hij het niet redden. Nou, het gebruik van een mes of een schaar, zoals wat wij gebruiken, een heel klein mesje. Niet op mijn vingers letten, ik heb hele vieze handen. Ik heb mijn handen in de aarde gehad. Ik heb zojuist plantjes in de grond gezet. Dus vandaar dat ik vieze nagels heb. We gebruiken dus een fijn, scherp, steriel mesje. Zorg dat het zo steriel mogelijk is. Veeg het eventueel in met alcohol om infecties tegen te gaan. Nu is het zo, dit soort gereedschappen kunt u het beste nieuw kopen, want dan heb je ook geen bramen. En de wond die wordt dan heel mooi genezen, omdat het glad is. Het geneest mooi in plaats van een rafelbullig wondje. En die wortelt namelijk heel slecht of krijgt eerder kans op schimmels. Hoe gladder het is, hoe beter het is. Het is dus altijd van belang om schoon en steriel te werk te gaan. Gebruik het liefst nieuwe gereedschappen. Nou, nu vind ik het toch wel belangrijk te vertellen dat als potten kunnen wij bekers gebruiken. Gewoon een oude koffiebeker. Zorg dat die heel eerst geen gaatjes hebt. Dat die geen gaatjes hebt, dan zorgt er namelijk voor dat je minder watergift hoeft te geven. Dat zorgt ervoor dat je minder omkijk hebt naar je plantje. Want plantenpotten met gaten onderin laten heel snel overtollig water wegvloeien. En dat is toch wat deze cactus toch echt wel nodig heeft, een beetje vocht. Nu zien we ook aan de grond dat die licht droog is, maar onderin, kan ik je laten zien, zoals men ziet, is donkere aarde. Hier zo, is donkere aarde, dus dat houdt in dat de plant nog wel vocht heeft. Dus zorg dat de gietbeurten tussen de beurten in opdrogen. Bij een volwassen plant, bij een stekje in zo'n potje of beker natuurlijk, moet je natuurlijk zorgen dat de potkluit iets minder snel uitdroogt. Zorg voor lichtvochtige, losse, fijne, iets met rivierzandachtige grond. Er kan diverse soorten grond gebruikt worden als er maar rivierzand erin wordt gemengd. Zorg dat het luchtig en voedzaam is. Want alhoewel het is een cactus en deze cactus staat graag op een vochtige grond. Lichtvochtige grond. Niet nat, maar lichtvochtig. Je zou het bijna niet denken, maar deze plant die is namelijk afkomstig van de subtropische regenwouden en is een echte cactus, mensen. Dit is de cactus waar wij gaan stekken. Nu is het zo, je moet 3 lidjes per stekje bewaren. Dus als we 1 stek nemen, zorgen we ervoor dat we 3 lidjes houden. Dus dit is 1, 2 is 3. Dus even kijken, de mooiste even eruit zien te snoepen. Ja, ik denk dat ik het weet. Dan pakken we het mesje, het schone mesje. Zorg ervoor dat je niet zelf in je hand snijdt, want dat doet zeer, geloof me. Dat doet heel erg zeer. Dan laten we de onderste paar laten zitten, zodat die netjes terug kan komen. Je kan hem normaal ook gewoon breken, maar ik doe het netjes met een mesje. En zo snijden ze heel voorzichtig af en haal je een keurig heel wondje. Deze wondjes drogen namelijk het best. Nou, dat is 1. Dan draaien we hem even. Dan gaan we op zoek naar nummer 2. Want we willen natuurlijk een paar prachtige stekken hebben. En ook hier zie ik een paar stekken. En ook hier zorg dat je de plant zoveel mogelijk
aan de hechting van lid naar lid eigenlijk, van lid naar plant, zorg dat je de hechting gebruikt. Dus dat zijn twee stukken. Nu pak ik er nog eentje om hem een beetje uit te dunnen. En dan pakken wij, Ja, welke zullen we eens pakken, mensen? Welke zullen we eens doen? Nou, ik denk gewoon deze grote. Dan krijgt hij wel een kale plek in het midden. Maar dat is niet zo erg. Snij heel voorzichtig. Zo. Ook hier snijden wij hem schuin af op de hechting. Nou, nu hebben we ieder drie stekken. Dat kan ik je laten zien. Hier hebben wij drie stekken, mensen. Deze drie stekken gaan we stekken. Zorg ervoor dat elk zo'n lid minimaal drie van die lidjes heeft. Nu is het zo, eens zo'n dingetje is een lid. Dus het is één lid, twee lid, drie lid. Dus elke stek heeft namelijk drie lidjes nodig om goed te kunnen groeien. Dit, mensen, zijn stekken nemen van de Opuntia. Of de Schoenberger Atrocata. Oftewel kerstcactus, maar kan ook, dit geldt ook namelijk voor de paascactus. Namelijk dezelfde familie. Je kan het namelijk zien. Aan deze rand van het blad hebben wij karteltjes. En dat houdt in dat dit de kerstcactus is. De paascactus zijn die randen, zijn bol en rond. Nou, bij deze is dat puntig en dan zien we toch wel dat dit de kerstcactus is. Deze bloeit met kerst, want de kerstcactus heeft namelijk van die puntjes hier zo. En de paascactus, die heeft namelijk hier zo helemaal rond. Dus die heeft minder kartelige randjes. Zo kun je ze herkennen van elkaar, ook als ze niet in de bloei staan. Want je herkent het niet alleen aan de bloeifase, je herkent het ook nog eens aan de randen van het blad. Dus heeft die kleine karteltjes, zoals hier zo, hele kleine karteltjes, dan is het de kerstcactus. En heeft die een beetje afgeronde blaadjes, dus niet een sterke puntje, dan is het toch wel een paascactus. Dus daar zit verschil in. Het is namelijk zo, de paascactus bloeit met Pasen en de kerstcactus bloeit puur met kerst. Nou, nu is het zo, dat als wij de stekker nemen, dan laat ik even zien, dan ziet men dat er nieuw grut op zit. Dus nieuwe groeisels, dit is na de bloeiperiode, een paar maanden na de bloeiperiode. Dus dit, mensen, zal een prima stek wezen. We zien hier ook 1, 2, 3 stuks van 1 lid. Nu is het zo dat ik een van deze lidjes kan wegsnijden. En dat laat ik zitten. Ik vind dit een prima, prachtige stek. Dus deze laat ik even een paar dagen drogen. Dat geldt ook voor de andere stekken. Nou, nu zijn we klaar met deze kerstcactus. Dus deze gaat weer terug op zijn plek. Terug op zijn plek. Voor het raam. Op het oosten, zoals ik zei. En dan hier zo, mensen, hebben wij de stekker. Deze stekker gaan we toedienen. Dus eerst even een paar dagen laten drogen op een rooster het liefst of op een netje. Om drukplekken te voorkomen en lichtplekken op de stek. Nou, nu is het zo, we stoppen drie stekken. Dus dit is één stek. Die stoppen we per stekje in één potje. Dus eigenlijk, alle drie de stekken kunnen in één potje. Puur gewoon een mooie vaste plant te behouden. Je ziet namelijk zo. Oh, helemaal niet kwalijk. Je ziet namelijk zo. Heb je één stekje in een potje. Dan wordt die lang en dun. Hangt die één kant op. En dan heb je er meerdere. Zoals wat men kan zien. Dan zal het een mooie, dichte, volle plant worden. Waardoor je sneller een prachtige, volle plant hebt. Dus drie stekken per keer is meer dan voldoende. Nou, mensen, we zijn weer een paar dagen verder. De stekken zijn gedroogd. Hier hebben we de stekken. Deze stekken zijn nu inmiddels gedroogd. En het is tijd om in de grond te stoppen. Nu hebben we dus deze beker voor gekozen. Het is niet een al te hoge beker. Ik denk dat het iets groter is dan een stekpotje. Dus ideaal voor de start van een cactus. Dan pakken we een beetje universele aarde. Vul je gewoon tot aan de rand. Als je die rand hebt, dan zet ik hem even neer natuurlijk in het midden, zodat we allemaal goed kunnen zien. Zo zien we dus dat we een potje hebben met aarde. Nu is het zo, je wil de planten gaan planten. Nou, dan had ik het over as. As is namelijk een heel voedzaam middel. Dan hebben we hier namelijk een klein stekje en die gaan we dompelen in water.
Nou, nu heb ik het even netjes neergezet. We hebben dus het stekje geknipt, we hebben hem laten drogen. We hebben het wondje laten drogen. Dan dompel je hem heel voorzichtig met het kontje in water. Zodat enkel het hele kleine puntje nat wordt. Het hele kleine puntje is genoeg. Dan drop je hem even in de as. Zo. Want as is namelijk voedzaam en zorgt voor wortelstimulatie. Is een vervanging van stekpoeier. Dit is grootmoeders goedje. Nou, dan heb je dat potje met het stekje, met het stekpoeier. Dan maak je een gaatje. Heel voorzichtig. En dan druk je hem in. Stop hem ongeveer tot de helft van het liedje. Ongeveer tot de helft van het liedje in de grond. Nou, één zo'n lid is natuurlijk één zo'n ding. Dus we zetten hem tot de helft in de grond. Ook deze dompelen we even. Hop. Maken wij een gaatje. Zetten hem erin. Drukken hem voorzichtig vast. Zodat hij niet omvalt en zo. Want dat zou zonde zijn. Hop. Dan hebben we nog één heel klein kaal plekje, zoals ik zei. Hier zo. En ook hier hebben we de stek. Ook die dompelen we even in water. Ook hier weer in de stekpoeier. En zoals gezegd de sigarettenas. En ook hier zetten wij hem in de grond. Hoppa, we drukken hem heel voorzichtig aan. Niet te hard aandrukken namelijk, want de plant is heel kwetsbaar in deze stadium. Zo. Nu mensen, hebben we één plantje gestekt en wel. Men kan zien, de liedjes staan ongeveer tot de helft in de grond. En we gaan ervan uit dat dit gewoon vastgroeit. Dus mensen, dit is namelijk een stekje van de kerstcactus. Zo stekken wij een kerstcactus. Nou, deze zet je namelijk op een lichte, luchtige, veel gefilterde lichte plek waar die mooi kan gedijen. Je kan het aan de kroontjes zien of ze zich goed voelen. Want zal die kroontjes een beetje roodkleurig wezen, heb je te veel licht. Dan is hij mooi groen. Wat je ziet, dan heb je een mooie gefilterd lichtgat. Nou, nu is het zo. Deze grond dient nu in eerste instantie een dag geen water te geven. Want de stekken moeten eerst nog wennen aan de grond. Nu is het zo, na een dag of twee kun je de potje een beetje water geven. Geef daarna de verzorging van de plant wat hij normaal hoort te krijgen. Dus wat de vaste plant krijgt. Dat wordt uiteindelijk de verzorging. Nou mensen, zo steken wij een kerstcactus. Oftewel paascactus. Schlumbergera truncata. Oftewel Schlumbergera truncata X hybride. Stekmateriaal. Stekken nemen en klonen. Nou, zoals ik zei, hadden we het over het oosten. En dit raam staat op het oosten. En dan zetten we deze cactus hier mooi op een plankje, dat we hem goed in de gaten kunnen houden. Zo steken wij de Ritzale of de kerstcactus, mensen. Zo steken wij de kerstcactus. Daarnaast, om precies te zijn daar zo, staat een stekje verwaterloosd, een stekje. Grondafval noem ik het maar even, met de Ritzalis. Dus op die plank kunnen we prima stekken kwijt die we in het lichte moeten zetten, maar niet in de zon. Die luxe flexen zorgen er namelijk voor dat de volle zon wegblijft, maar dat ze wel veel gefilterd licht krijgen. Ja, en deze volwassen plant staat ook op dezelfde plek dan eronder. Mensen, dit was het stekken van de kerstcactus en hoe je het aan kan pakken. Vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En adios amigos. Later!